Ik ben Marje Verlangveld. Ik werk als verloskundige in het CWZ sinds 2006. Ik ben sinds 1984 verloskundige. Ik vind nog altijd, na al die jaren, nog steeds heel bijzonder om bij het moment te zijn dat mensen ouder worden. En dat ze ineens vader en moeder zijn. En dat moment is gewoon echt prachtig, dat je daar ook altijd bij mag zijn. En dat blijft voor mij echt heel bijzonder. En ook altijd weer om te zien hoe de natuur het altijd weer, toch niet altijd, maar wel vaak gewoon weer voor elkaar krijgt. Dat is wel een mooi gewicht, toch? Ja, voor de termijn is het een heel mooi gewicht. De meeste mensen die bij mij komen, die ken ik niet zo goed. Die komen vaak met een eigen verloskundige naar het ziekenhuis toe. Als je praat over het moment dat ze echt tijdens een bevalling komen. En dan is het belangrijk dat je een heel kort moment toch die klik gaat maken met iemand. En dat is natuurlijk een uitdaging om dat met iedereen te kunnen. Mensen veranderen ook heel erg als ze aan het bevallen zijn bijvoorbeeld. En daar moet je wel erg antennetjes voor hebben om te kijken van hey, wat verlangt iemand van mij? Wat willen ze van mij? En wat wil ik van hun? Dat is natuurlijk de wederkerigheid. En daar moet je wel, zeker gewoon elke verloskundige moet dat hebben. Zeker in op momenten dat het ook best wel een beetje spannend is. Dat je het dan toch met elkaar, hè, doe je niet alleen, met elkaar, met het hele team en met de patiënt zelf. Dat je het dan toch tot een goed eind hebt gebracht. Dat alles weer gezond is, alles goed is gewoon. Daar gaat het eigenlijk om. Ja.